vakantie op school. Ja, er is vanavond een show. Hou op jongens, en ik weet van niets. Het is vandaag 3 maanden. Het is vandaag 3 maanden geleden dat Diane verkering kreeg met die basketballer. Oh, is het al 3 maanden geleden? Wat zijn ze toch al lang bij elkaar zeg? Artem, het duurt niet lang. We zijn er een jaar bij de koekoek. Julie, een jaar, een maand bedoel je. En het is niet echt een relatie hè? Artem, ik werd op het eerste gezicht verliefd op je, mijn koekoek. En ik met Artem, wij zijn wel aan en uit. Ja, want onze relatie is heel vrij. Er is geen normale relatie, toch Patrick? Wat heb ik ermee te maken? Patrick, als we 2 maanden bij elkaar zijn, dan houden we een feest voor de hele wereld. Kostja, weet je het al? Ze zijn al 3 maanden samen. Ja, Dima, we dachten dat ze binnen 2 weken uit elkaar zouden zijn. En nu zijn ze al 3 maanden samen. Echt waar, Kostja, ik haat die basketballer. Hij wil mijn record gaan verbreken, want ik was 6 maanden samen met DM. Dima, maak je niet zo druk. Zie niet wat voor relatie ze hebben. Dan hebben ze weer ruzie, dan zijn ze weer bij elkaar. Over een paar maanden is het afgelopen. Kostja, het enige probleem is dat ze nog steeds niet uit elkaar zijn. En weet je wat die losers zeggen? Dat het vandaag een soort van feestdag is. Dima, doe nou eens rustig. Je verspilt je energie. Vergeet die DM en die basketballer gewoon. Je hebt je hele leven nog voor je. Je vindt vanzelf een normaal meisje. Jij hebt makkelijk praten, Kostja. Jij hebt geen relatie. Dima, ik weet al wat. Eigenlijk moet je die feestdag verpesten en het geluk van die basketballer. Hé, Kostja, je begint het eindelijk een beetje te snappen. Je bent mijn vriend, maar je snapt het nog niet helemaal. We moeten dat feest afblazen. Oké, Dima, we bedenken wel iets. Laten we eerst gaan trainen. Kostja. Kunnen we die basketballer niet gewoon schoppen? Dima! Dus meiden, ik ga jullie wat nieuwe trainingstechnieken laten zien. En Jana, kun je alsjeblieft even goed opletten? Okay, ja, laten we het doen! Oh, daar heb je onze cheerleaders. Kijk dan, Diane is zonder haar basketballer. Oh, hoor ik dat jullie het over mij hebben? Luister, het zijn jouw zaken niet als ik met een basketballer, een voetballer of met een bokser ben. En trouwens, kijk niet eens onze kant op. Inderdaad, zijn jullie het niet zat om roddels te verspreiden? Oh, er is geen show op school. Ik denk dat ze de datum vergeten zijn. Of ze hadden gewoon ruzie. Ja, ze zijn niet samen. Diane is niet met die basketballer. Wat is eigenlijk het verschil of ze bij elkaar zijn of niet? Laat ze doen wat ze willen, als ze maar bij ons uit de buurt blijven. Smile, rustig nou. Alles komt goed. Zie je jongens, ik zei het toch. Die basketballer is verdrietig. Ze zijn of uit elkaar of ze hebben ruzie. Jeetje, ik dacht dat we vandaag een show zouden hebben ter ere van hun relatie. En wat moet ik nou tegen mijn vrienden in de tuin zeggen? Geen roddels meer. Oh, Gigi. We hebben alleen maar roddelen. Diane, vertel het ons. Nou meid, ik had eigenlijk iets gepland voor Smile en het was zo romantisch. Wat? Jij voor hem, niet hij voor jou? Meiden, kom op. Je moet het begrijpen. Smile en ik zijn 3 maanden bij elkaar, dus het is een bijzondere dag. Diane, heeft hij al gefeliciteerd met deze dag? Nee, dat heeft hij niet. Hij is het zeker vergeten. Maar goed, Diane, voor jongens is dit normaal. Ze vergeten altijd alles. Rood herinnert zich helemaal niets meer. Meiden, het maakt niet uit of hij zich herinnert of niet. Het belangrijkste is dat ik het doe. Vertel het ons. Rustig aan. Diane zal het alleen aan mij vertellen. Waarom? Omdat ik haar beste vriend ben. Ik zal jullie morgen alles vertellen, meiden, maar nu is het te geheim. Vertel het ons alsjeblieft. Maak je geen zorgen, meiden. Morgen kom je alles te weten. En trouwens, we moeten nu gaan trainen. Smile, wees nou niet zo boos. Nou, Brouws, ze is gewoon vergeten dat we 3 maanden samen zijn. Waarom denk je dat eigenlijk? Omdat ze mijn berichten niet leest. Smile, hoe kom je daar nou bij? Ze leest ze echt wel en ze antwoordt je vanzelf. Aha, ze antwoordt wel. Ze neemt haar telefoon niet eens op. Weet je, misschien wil ze niet eens meer met me uitgaan. Smile, heb je een cadeautje voorbereid? Nee, Brouws, waarom zou ik geld uitgeven? Ze antwoordt mijn sms'jes niet en ze neemt haar telefoon niet op. En wat als ze je nu belt? Dan heb je geen cadeau. Brouws, ze belt niet. En kijk, ze heeft nog ineens haar sms'je gelezen. En, wie belt er? Diane! Smile, kom op nou, neem die telefoon op. Hallo? Dima, hoe kon je nou vallen? Ben je vergeten hoe je moet springen? Kostja, dit is niet grappig. Mijn knie doet echt zeer. Kostja, wacht even. Shh. Ja, Diane, ontzettend bedankt. Jij ook gefeliciteerd. Ik was al bang dat je het vergeten was. Smile, en nu? Wat ga je doen? Je hebt geen cadeau. Hey, Kostja, hoorde je dat? Aha. Serieus? Heb je een cadeautje voor me? Smile, wat voor cadeau? Wees nou stil! Ja, dat is goed. Kusje voor jou. Na school gaan we samen naar huis. Nou, Smile, wat voor cadeau heeft ze? Ik heb echt geen idee. Ze heeft iets voor me klaar liggen thuis. Het enige is, ik heb geen cadeau. Wat moet ik nou doen? Geen probleem, Smile. Ik weet wel wat. Mijn tante werkt in de Valentinka-winkel. Dat is een winkel voor lovers. Nou, deed jij nooit van konijntjes? Brouws, weet je of ze daar plusse konijntjes verkopen? Hallo, tante? Ja, hallo. Ik bel je even, want mijn vriend heeft een knuffelbeestje nodig. Brouws, een konijntje. Of een heel groot knuffelkonijn. Zijn er grote knuffelkonijnen? Nee, Smile. Alleen nog kleine konijntjes. Ja, prima. Oké, mooi zo. Stuur maar in een taxi naar school. Phew.
Braus, ik zou echt niet weten wat ik zonder je zou moeten. Wat zou jij doen? Anders zit je zonder cadeau. 1-0, je staat bij me in het krijt. Dima, heb je dat gehoord? DN heeft een verrassing voor Smile. Ja, dat hoorde ik. En ze gaan het nog vieren ook bij DN. Ik durf te wedden dat Smile en DN uit elkaar zijn. Ze gaan niet uit elkaar. Jullie moeten stoppen met bekvechten. Wat maakt het nou uit of je uit elkaar bent of niet? Wat is er aan de hand? Waarom schreeuwen jullie? We schreeuwen niet. Dayan heeft het uitgemaakt met Smile. Ze hebben een relatie van 3 maanden en kwamen apart naar school. Ja, Dayan was overstuur. Ze kwam hier alleen met de cheerleaders. Smile en Braus zijn ook niet in de stemming. Ja, tuurlijk niet in de stemming. We hoorden zelf hoe Dayan Smile belde. Inderdaad, ze vertelde dat ze cadeaus voor hem had. En na school gaan ze samen naar huis. Nou, dan vraag ik me echt af wat voor cadeaus ze voor hem klaar heeft gemaakt. Het is toch niet belangrijk wat voor cadeau het is? Jongens, luister eens. We hebben wat verzonnen. Na school gaan we naar DN's huis en dan verpesten we een feestdag. Ja! Ja! De eerste plaats komen. Zodat we weten wat voor verrassing DN heeft voorbereid voor Smile. Jongens, ik denk dat ik het kan raden. Als DN een soort verrassing voor Smile heeft voorbereid, is het waarschijnlijk iets heel romantisch. En het wordt echt romantisch, want er ligt een cadeautje te wachten voor hem bij DN. Dus, wie doet er met ons mee? Wij allemaal! Ja, kom op! Jana, waar heb je de sleutel vandaan? Meiden, zijn jullie vergeten dat ik nog steeds bij Dayan woon? Jana, als Dayan erachter komt, is je vriendschap met haar voorbij. Dus, hoe moet ze erachter komen? We gaan ons gewoon verstoppen. Meiden, Dayan was niet zo slecht voorbereid en het is allemaal ter wille van je Smile. Laten we ons snel verstoppen, ze komen eraan. Kom op. Wees voorzichtig. Asje, welke taart? Ga snel achter het gordijn. Meiden, zullen ze ons niet zien achter het gordijn met die heldere pakken aan? Asje, geen zorgen, ze zullen ons niet zien. Meiden, wees eens stil. Ze vergeet zelfs de deur dicht te doen. Ze denkt echt alleen maar aan Smile. Moet je nou eens kijken wat ze heeft voorbereid voor hem. Dat heeft ze nog nooit voor mij gedaan. Oké, Dima, rustig maar. Dit is totaal niet interessant. Jongens, is niemand hier? Het baart me zorgen dat ze erachter komen. Er is helemaal niemand hier. Jongens, jeetje, waar kunnen we ons verstoppen? We zijn met zoveel. Waarom? Gewoon achter het gordijn. Ik ga daarheen. Jeetje, nou heb je de hele school hier uitgenodigd? Meiden, ik wist niet eens dat ze hier zouden komen. Het is een rare situatie. Het belangrijkste is dat ze ons niet Patrick, zien. Patrick, ik heb nog nooit zo dicht bij je gezeten. Marusha, rustig nou. Want als Gigi je hoort... Dima, waar zijn we nou mee bezig? Kosja, ik zal die romantiek verpesten. Die puppies verraden ons zo nog. Nee, het komt goed. Ze kennen me nog. Bonja, Teddy. Sst. Jongens, aan de kant. Er is niet veel plaats. Gigi, je bent hier niet alleen. Jongens, ik voel iemand in mijn nek ademen. Julie, je staat op de wacht en je ziet gewoon dingen. Kom op, jullie moeten stil zijn. Nou, ik hoop dat Smaal me hier niet kan zien. Nou, wat een kaarsen. Meiden, waarom is Braus hier? Ja, nou, misschien heeft hij hem ook uitgenodigd. Leia, ben je wel goed? Het is vreemd dat Braus is gekomen. Nou, niemand heeft me gezien. Ik verstop me iets dichter bij de taart. Loop langzaam, we zijn nu thuis. Kom op nou, Dayan. Wat ben je allemaal van plan? Oké, lieverd. Blijf hier totdat ik het zeg, oké? Aha, dit is wel echt spannend, hoor. Smile, niet gluren, anders verpest je de hele verrassing. Dayan, hoe lang moet ik nou nog wachten? Nog 1 minuutje, dan kun je je ogen open doen. Ik vraag me echt af wat er gaat gebeuren. Blijf erover, zodat ze je niet zien. Kosja, heb ik je het al verteld? Ze bracht Smile daarheen, met zijn ogen dicht. Dayan, ben je me soms vergeten of niet? Nee, Smile. Alles is klaar. We moeten gewoon voorzichtig de kamer inlopen. Oeh, ik krijg het warm. Geloof me nou, Smile. Lopen. Heel rustig. En wat doen zij hier? Gigi, hou je mond. Hetzelfde als jij. Mond houden nu. Mond houden, anders horen ze ons. Nee, die cheerleaders hebben me al te pakken. Ze zijn net vliegenpapier. Oké, schat. Op 3. Open je ogen dan. 1, 2, 3. Dayan, is dit echt allemaal voor mij? Nee, Smile. Niet voor jou, maar voor ons. Vandaag is ons 3 maanden jubileum. En ik heb een cadeautje voor je. Ik heb hem speciaal voor jou uitgezocht. Kijk dan, wat een lief paard. Cool. Deze is echt geweldig.
En trouwens, ik heb ook nog een cadeautje voor jou. Echt? Je bent ons jubileum niet vergeten? Zoiets als dit zal ik echt nooit vergeten. Gelukkig heb ik niet de hele cake opgegeten, anders was Smile nu aan het zeuren. Smile, een konijn, zo schattig. Hoe wist je dat konijnen mijn favorieten zijn? Diane, dat heb je mezelf verteld. Smile, ze zien er zo schattig uit samen, net als wij twee. Ik heb ook een taart voor je gebakken. Een zwarte wouwtaart, want ik weet dat je dat lekker vindt. Oké, Kosja, tijd voor actie. Het is nu klaar met die romantiek. Nou, veilig! Gaan we ze nu verrassen? Laten we gaan. Diane, jij bent echt de allerbeste. Oh, Smile, je bent mijn allerbeste. Verrassing! Een gefeliciteerd met je vriend! En 3 maanden... Samen! Diane, wat is dit allemaal? Smile, dit was niet mijn idee. Wat doen jullie allemaal hier? Hey, jongens, die taart is van mij. Braus, wat doe jij hier? Jongens, even serieus. Jullie verpesten mijn hele romantische dag. Mag ik alle kaarsjes uitblazen en een wens doen? Shishi, het is niet je verjaardag. Diane, nodig je ons niet uit aan tafel. Schenk eens wat thee en dan vieren we het samen. Ja, we wachten nu al zo lang. We lusten wel wat. Oh, waarom hebben jullie me niet wakker gemaakt? Nou, maar kan ik me verstoppen? Heb ik iets gemist of niet? Ik wil dat iedereen nu naar me luistert. Wegwezen, allemaal. Jana, waarom ben jij hier? Diane, mij. Jana, ik kan niet geloven dat je me dit zou aandoen. Je bent mijn beste vriend. Dit was een belangrijke dag voor mij. Smile. Ik kwam niet met hem mee, hoor. Ik kwam alleen. Ik wilde taart eten. Braus, ik ben je zat. Je denkt alleen maar aan eten.